als je de Tour wint, dan is dat eigenlijk het hoogst haalbare. Maar toen ik de Tour won voor vrouwen, daar had ik alles voor gedaan. Toen was ik een Touroverwinning, was ik rijker, maar ook een eetstoornis. Ik zat toen midden in mijn eetstoornis. En dat gevoel, wat ik toen heb gevoeld, dat gun ik eigenlijk niemand. Hoe ben je er zelf van afgekomen? Hoe ben ik er zelf van afgekomen? Met hele fijne mensen om me heen. Ik heb heel veel steun gehad van mijn man, Michael. En van mijn schoonfamilie. Dus mensen die bij mij op dat moment binnenkwamen. Maar dat kan familie zijn, dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen ervaringsdeskundigen zijn. Of dat kunnen hulpverleners zijn. Dus, maar het is wel heel erg belangrijk dat je met iemand die klik voelt. Nee, ik heb nooit geen terugval meer gekend. Maar heel mijn periode dat ik echt de Leontine was die ik nu nog steeds ben. Dat hele traject heeft wel, nou, ik denk een jaar of 7, 8 heeft dat zeker geduurd. Wat is de aanleiding dat Leontine van Morsel hier vandaag op bezoek is? De Leontine Foundation die kent een zogenaamde verwendweek. Hebben zij in het leven geroepen, zeg maar, waarin zij in die week geld beschikbaar stellen, zeg maar, aan een aantal grote eetstoornissencentra in Nederland. Om cliënten iets anders te bieden dan doorgaans. Dus een extraatje. Betrekken jullie de partners en familie ook in de behandeling van de patiënt? Ja, dat doen we zeker. We nodigen vaak partners en of ouders uit rondom de intake. We hebben de mogelijkheid voor ouders om te bellen met familiespreekuur. We hebben oudergroepen, partnergroepen. Als mensen individueel in behandeling zijn, dan kunnen ook partners en ouders daarbij betrokken worden. Dus daar hebben we wel zeker oog voor, ja. Ja. In hoeverre kon jij je herkennen in het verhaal van Leontine van Morsel? In zoverre dat ik heb zelf ook een eetstoornis gehad in het verleden. En heb daar jarenlang eigenlijk in vastgezeten. En sinds ik eruit ben, heb ik eigenlijk pas ervaren hoe mooi het leven is. En wat je dus eigenlijk allemaal kan zonder eetstoornis. En vanuit die rol werk ik nu ook bij Xanoa en help ik dus cliënten die nu in hun eetstoornis zitten, help ik met mijn eigen ervaring.